Schip ahoy, piraatjes. 100 jaar geleden leefde er een slechte piraat, kapitein Snorrebaard, die al rovend en plunderend met zijn schip de dansende makreel de 7 zeeën bevoer. Op een dag hoorde hij over een betoverde gouden kroon uit een ver koninkrijk. De hofmagier zou er een vloek hebben over uitgesproken. Snorrebaard geloofde niet in die vloek. Hij moest en zou die kroon hebben. Met zijn kanonnen bestookte hij het kasteel, verwoestte de stad en stal de kroon. Maar hij zou er spijt van krijgen. Want zodra hij aan boord van zijn schip de kroon op zijn hoofd zette, gebeurde er iets vreselijks. Door de vloek veranderde Snorrebaard in een computer. Zijn bemanning schrok hier zo van dat ze overboord sprong. Stuurloos sloeg de dansende makreel tegen de droogwitte rotsen te pletter en zonk, met de kroon nog aan boord, naar de bodem van de zee. Maar de computer waar kapitein Snorrebaard in zat, kapitein Snorrebaard bleef drijven. 100 jaar lang.100 jaar gevangen in deze computer. Maar hoe komt dat dan? En wie ben jij? Dat komt omdat dat komt. Ja, ik zal je dan wel een andere keer vertellen. Oké, maar hoe? Maar hoe krijg ik je dan hier uit? Om je uit te krijgen, moet je mijn kristal vinden. Ja, een kroon. Die moet je op je hoofd zetten. En dan ben ik. Ja. En dan heb je me geholpen. Ja, oké, ik verdwijn. Dank u. Dat staat vast op beeld. Man. Hallo. Ja, ik ga het kijken.